Sinds 1 januari 2020 moeten landbouwvoertuigen een Europees gelijkvormigheidsattest hebben. Met deze nieuwe eisen proberen we de verkeersveiligheid te verhogen. Vandaag bezoeken we een fabrikant van landbouwvoertuigen en alle accessoires ervoor. Dus naast wat Europese richtlijnen betreft, moeten onze machines uiteraard voldoen aan de eisen van de landbouwers. Dat is qua functionaliteit en degelijkheid, dat zijn de belangrijkste elementen die bepalen of een machine in de markt succesvol is of niet. We richten ons vooral naar de rundveeboeren en de akkerbouwers. Voor de rundveeboeren maken we voedermengwagens, strowagens, dierenwagens, stroblazers en alle soorten andere accessoires. Binnen de voertuigbouw kunnen wij alle soorten accessoires aanbieden aan de landbouwers. Maar daarnaast hebben wij uiteraard alle toebehoren die dienen om ermee te werken. Bijvoorbeeld pelikaanbakken, strooklemmen en dergelijke. We kunnen al onze producten klantspecifiek afwerken naar opname toe. En eventueel speciale wensen kunnen ook bekeken worden. Uitbreiding van ons assortiment bestaat er hoofdzakelijk uit nieuwe varianten op bestaande machines te bouwen. Zowel in wagenbouw als in bijvoorbeeld borstelmachines, andere types die we nu nog niet bouwen, kunnen we in de toekomst eventueel wel aanbieden aan onze klanten. Afhankelijk van de machine waarop ze gebruikt worden.